Ik ga mijn eigen broer hypnotiseren. En sorry. Die kritische lachen, dat zal geen goed begin. Klein beetje naar links, voeten bij elkaar. Voel je dit? Ja. Ontspan u helemaal. Probeer echt helemaal te ontspannen. Ja. Laat hem helemaal gaan. Ook naar achter, laat hem maar helemaal gaan. Voilà, perfect, heel goed. En naar voren, laat hem maar helemaal gaan. Naar voren, perfect. Kijk goed. Nu gaat u focussen op mijn hand. Zodra ik je aanraak, dat valt in een slaap. Dat is heel rustig en valt in een slaap. Een klein momentje, tot hiertoe deed je het perfect. Ja. Daarom dat ik er niet tussen kwam, was helemaal goed. Klopt. Zodra je erin gaat, meteen verdiepen. Kijk naar mijn hand, de lijntjes vervagen en slaap. En je valt dieper en dieper in een slaap. Je bent helemaal ontspannen. Klein momentje. Hier mocht je iets meer gebiedend zijn. Dus zodra het is slaap, even meteen steeds dieper en dieper en dieper. Kijk naar de lijntjes vervagen. En slaap. Dieper en dieper en dieper. Steeds dieper en dieper. En je stof naar lachen, want je krijgt nog een dikke cocktail. Van zodra ik straks in mijn vingers knip, word je wakker. Maar de realiteit is veranderd. Dan zal je merken dat onze hypnotiseur, Jo, er niet meer is. En 1, 2, 3. Nou, wat zijn we hier aan het doen? Ik vond dat heel goed. Maar echt, deze, oeh, ja. Voor een, echt een mop van. Tegen wie zit ik aan het praten? Tegen wie zit ik aan het praten? Echt. Oh no, wat een ventje. Slaap, dieper en dieper. Je voelt dat je steeds rustiger wordt. En mijn stem is het enige wat nog telt. Mijn stem is de realiteit, jouw waarheid, niks anders. En elke keer ik tik op je schouder, ga je dieper en dieper. Als ik straks jou wakker maak door een knip met mijn vingers te geven, dan merk je dat je ene rechtervoet volledig vastgekleefd is aan de grond. Je kan niet weg. En word maar wakker. Oké, we gaan eens proberen. Echt, maar dat is rechtervoet, jongen. Dat is uw linkervoet. Wacht, we zullen vergeten. Allee, jongen. Loop eraan. Wacht.